Heel goedemorgen, deze markets update verzorg ik voor BNP Paribas Markets. Meta en Amazon trokken de indices, en met name de technologie sector, verder omhoog naar de sterke cijfers. Niet verrassend dus dat de Dow Jones wat achterbleef met plus 0,4%, S&P 500 liep 1,1% op, de Nasdaq zelfs 1,7% en Meta was zonder meer de grote klapper met plus 20% naar de sterke cijfers. Niet alleen komt er een stevig aandelen-inkooppakket ter waarde van 50 miljard, men gaat ook dividend uitkeren. En Amazon volgde met een eveneens respectabele 8% koerswinst. Een domper op de feestvreugde waren de sterke banencijfers. Hierdoor lijkt een snelle rentedaling weer verder uit zicht en trok de 10 jaar rente aan tot boven de 4%. Zowel ExxonMobil als Chevron zagen de winst dalen ten opzichte van de recordkwartalen uit 2023. Wel gaan de dividenden- en aandeleninkoopprogramma's weer fors omhoog. En ondertussen waarschuwde Jerome Powell de markt dat de Federal Reserve Bank mogelijk minder rentestappen gaat nemen dan de markt nu verwacht. En Jeff Bezos gaat nu ook aandelen verkopen. Zijn ex-vrouw MacKenzie Scott, die eerder al voor 10 miljard aandelen verkocht, zou het nu gaan om 50 miljoen aandelen in het komende jaar. De mogelijke opbrengst voor Jeff zou 8 tot 9 miljard kunnen zijn bij de huidige koers. En de opbrengst zal gebruikt worden voor belastingverplichtingen en schenkingen aan goede doelen. En Boeing ziet opnieuw tegenslag bij de kwaliteitscontroles, bleek namelijk dat 50 737 MAX toestellen nadere inspectie behoeven en dus nog niet uitgeleverd kunnen worden. En in tegenstelling tot Europa en de VS blijven de aandelen in China onder druk liggen. Het recente faillissement van vastgoedconcern Evergrande doet de economie schudden, maar het consumentenvertrouwen beven. Vooralsnog hebben diverse pogingen van de Chinese Centrale Bank om de markt te steunen dan ook weinig effect gehad. Vanmorgen wisten de markten wel weer wat te herstellen na aanvankelijke verliezen. En zo noteerden deze rond de 0,7% hoger. Alleen de Cospi-index zag een verlies van 0,7%. En op vrijdag gaan de belangrijkste Chinese beurzen dicht in verband met het Chinese Nieuwjaar. En deze zullen ook de hele week daarop gesloten blijven. De futures in Amsterdam duidt ondertussen op een iets hogere opening. Hoewel ook deze week weer bol staat van bedrijfs- en macrocijfers, ligt het zwaartepunt voor Nederland pas op donderdag. Dan laten ArcelorMittal, Mital, Flowtraders, Adjen en Unilever de resultaten over het vierde kwartaal zien. Een vastgoedfonds CTP koopt een project in het Duitse Stuttgart. Het gaat om 39.000 vierkante meter aan commercieel en industriële ruimte. Het moet uiteindelijk een duurzaam high-tech park worden. Op de agenda vandaag: Inkoopmanagers Index, diensten vanuit de eurozone, Verenigd Koninkrijk en de VS. We hebben verder nog producentenprijzen uit de eurozone. En verder is ASML vanmorgen 1,45 euro ex dividend. Bij de analisten zet Deutsche Bank en JP Morgan ING op kopen richting de 15. DZ Bank zegt houden voor ING, koersdol 13. UBS zet nog eens een koopadvies op Meta, 530 dollar, en Barclays zegt verkopen tegen Apple met een koersdoel van 158 dollar. Abierto Solte zet een koop op Amazon, koersdoel 215 dollar. En morgen is er weer een Markets Update van BNP Paribas.